Een hele goede avond en welkom bij de grote Five Nights at Candy's livestream. Hallo, daar zijn we met z'n allen aanwezig op een hele mooie woensdagavond. Jawel, het is 3 dagen na mijn verjaardag. Ik ben live op zowel Twitch als op YouTube. Voor de mensen die op YouTube kijken, welkom. Ik stream eigenlijk alleen maar op Twitch, behalve als het een speciale gelegenheid is. En het is een speciale gelegenheid. Maar als je op YouTube kijkt, ik lees de chat van YouTube niet. Ik lees alleen maar de Twitch-chat. En daar ga ik nu ook even mensen begroeten. Dus hallo Kimberly, Bokkenprij, Mootje, Sam, Kai, Ninja, Jordan, Roblo, Brent, Brenteman. Hallo allemaal, welkom. Shadow, Sam, hoe gaat het met jullie allemaal? Tom, coole naam. Welkom allemaal, gezellig jullie aanwezig. Goedenavond, this is me, Mal. En YOLO, Lucas, hallo allemaal, welkom dat jullie hier zijn. Hoe gaat het met jullie allemaal? Ik hoop dat het met jullie allemaal goed gaat. En ik hoop dat jullie ook allemaal hier heel veel zin in hebben. Want wij gaan vandaag Five Nights at Candy spelen. Op Twitch staat dat ik Five Nights at Freddy speel. Dat ga ik niet doen. Ik ga een fanmade game spelen genaamd Five Nights at Candy's. Dat heb ik een tijdje terug 3 keer op YouTube gedaan. En ik ging ze gewoon een beetje belangs, een beetje kijken. En toen begonnen jullie allemaal tegen mij te zeggen: Melvin, je moet ze uitspelen. En toen dacht ik, ja. Ja, dat is wel waar. Dus we gaan proberen deze 3 spellen. Ik heb ze hier mooi op een rijtje staan. Deze 3 ga ik proberen uit te spelen. We hebben hier Five Nights at Candy's 2, Five Nights at Candy's 3 en Five Nights at Candy's Remastered. Remastered is als laatste uitgekomen, maar is een remake van deel 1. Nu is de vraag, welke moeten wij als eerste gaan doen? En dank jullie wel allemaal voor de follows. Ik waardeer het enorm. Hoe doe je dat met die achtergrond? Ja, coole achtergrond, hè? Stop, man. Dat is met een programmaatje dat op hoe heet het staat. Ik zit even te denken. Hoe heet dat ook alweer? Op Steam. Background, nog iets. En dan krijg je gewoon heel simpel voor 4 euro allemaal custom backgrounds downloaden. Doen we eerst deel 1, dan deel 2, dan deel 3. Ja, dus we gaan beginnen met Five Nights at Candy's Remastered. Dus, dit spel is eigenlijk deel 1, maar is een remake van deel 1. Dus het is, ja, lekkere uitleg. Ik ben er echt zo goed in. Maar ja, 1 is wel het leukst. Ja, dit is ook de remake, dus daarom is hij misschien wel het vetst. Je hebt mijn naam niet gezegd. Hey, Timur. Je mag eigenlijk niet om namen vragen, maar omdat ik in een goede bui ben, Timur, zeg ik jouw naam gewoon 2 keer, alsjeblieft. Hey, Savannetje, welkom, gezellig dat je hem bezig bent. Holy shit, dat geluid is hard. Boom, 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 boom. Damn, daar zijn we. Zoals jullie kunnen zien, zat hier dat we met de 4e nacht verder kunnen gaan. Dat gaan we dus ook doen. Ik weet niet meer precies alle mechanics van de monsters. Dus we gaan gewoon kijken hoe goed dit gaat. Ik hoop dat het tenminste goed gaat. Dit is een spel waarbij ik me heel erg concentreer. Dus ik probeer zoveel mogelijk. Oh, damn. We krijgen gelijk de telefoon. Hallo? Neem alsjeblieft op. You have one new message. Hallo. Alright, so real quick. Yeah? We had an old animatronic version of Candy. Oh, damn. Before we got these new shiny ones. Anyway, he was supposed to be out of commission ever since he was involved in this incident with a customer. An adult customer, luckily. Not a child. Not that the children aren't safe here. That's not what I... Anyway, our technician has tried to fix him up for some time, and he wants me to warn you that old Candy might start walking around as well. Oh, nay. He should be in parts and service. That's camera 10, I believe. Keep a real good eye on him. He's quite big, so just be careful around him. That's all. Keep up on the good work. Okay. Oh, and I heard you took the day shift offer. Nice. Nou, daar zitten we. Hebben jullie er zin in? Holy damn. Melvin, druk eens op de poster naast de computer. Op die neuzen. Oh my god. Dat is wel echt de beste ding wat ik ooit heb gezien. Maar hoe deed ik dit ook alweer? Hoe maakte ik ook alweer een flash? Jongens, ik weet even niet meer hoe het werkt. Thank you.
hoe werken die camera's? Ik krijg die camera's niet werkend, hè? Oh mijn god, ik weet precies weer waar ik op moet letten, maar ik krijg die camera's niet werkend. Ik ben inderdaad in de eerste minuut dood gegaan. Nou, jongens, top, lekker, lachen, dankjewel voor de follow. Mute jou maar, want daar hebben we helemaal niks aan. Ik moet die camera's werkend krijgen. Oh ja, ik weet het alweer. Dubbel klikken. Helemaal top. Oké, dus hier. In de Spartan Service Room, die dikkie dik daar. Die gaat er zo heen. Oké. Even kijken waar alles is hoor. Even rustig kijken. Ik doe het geluid wat zachter voor jullie. Ze staan hier beide nog. We hebben die kleine Oh ja, hem hebben we ook nog. Kut, oké. Nou, we gaan het in ieder geval proberen, jongens. Melvin, ja, ik ben Melvin. Dat gaan we doen. Iemand start een dead counter. Ik heb een hele mooie emote. Als je subt, dat is de Melv Rip. Dan kan je zeggen van, oh, Rip Melvin. Dus dat moet je gewoon, dan moet je die gewoon gebruiken. Dankjewel voor de follow. Oké, daar is één. Oh my god! What? Weet iemand hoe ik hem kan vermijden? Holy damn, wat leuk zeg. Ja, die ziet er niet echt heel leuk uit. Ik vind het leuk dat je positief bent, maar ik heb geen idee hoe ik dat ding moet vermijden. Die pingwing moeten we ook in de gaten houden, hè? Hij gaat hier al heen. Oh shit, ja. Die dikkie dik is... Oh my god! Oh nee! Hij is bewogen. Oh my god. We moeten op hem letten. Hij is daarheen. Hij staat er nog steeds. We moeten... Wat? Ik heb geen idee, chat. Cam 5, Cam 5. Ik heb geen idee. Cam 5 is de dikke. Wat is er met Cam 5? Oh, dan staat hij er zeker voor of zo. Oh. Dan moeten we zeker iets doen met... Oké. Oh nee, hij is heel dichtbij. We moeten op zoveel letten. Hij komt ook nog eens langs. Moet ik deze nu omhoog doen? Oh my god. Jongens, dit is echt het meest intensieve dat ik in tijd heb gedaan. En ik spot niet eens. Besef dat. Maar het gaat tot nu toe goed. Wat is dat muziekje? Je hoort een heel zacht muziek. Nee. Jij gaat niet naar binnen komen, meneer. Oh, damn! En hoe ben jij? Jij staat stil. Hij is weer weggegaan. Die dikkie dik. Oké, jij bent vast. Wat? Wat? Ga weg! Oké. Jij staat stil. Dikkie dik is daar. Daar is geen één. Daar niet. Waar is die pingwing? Ik ben die pingwing kwijt. Oké, wat heb ik gemist? Niet heel veel, maar we zijn intensief bezig met dit spel. Hij staat weer. Oh my god. Oké, die dikkie dik staat al links. Dit is zo intensief. Ik hou dit niet vol. Kom op, jij moet gaan bewegen. Jongens, ik ben heel bang. Dat dit fout gaat. Oh my god, er gaat zoveel... Jongens, weten jullie wel waar jullie naar kijken überhaupt? Hebben jullie enig idee wat ik hier doe?
Oh my god, oh my god. Hij komt eraan. Dat was hem. Oké, goed. Waar is die Dickie Dick? Die Dickie Dick heeft geen ogen, dus daar moeten we ook op letten. Dickie Dick staat daar, hij is terug. Ze zijn allemaal niet in de buurt, dit is goed. Jongens, we gaan echt hard. We gaan echt mokerhard. Afkloppen, want ik ga straks sowieso fout in. Holy hell. Oh my god, ik schrik van echt gewoon de stomste dingen ook. Dickie Dick is verplaatst. Hij kijkt weer naar de camera. Die moet dicht. Waar is Dickie Dick? Dickie Dick is daar, hij kijkt naar de camera. Die kan weer open. Daar is ook niemand. Hij is terug, hij is gereset. Dickie Dick is hier links. En daar rechts is één. Hij staat daar. Hij is weg, ja, goed zo. Dickie Dick is ook weg. Goed zo. Hij kijkt naar de camera. Dit is moeilijk. Als ik dit opneem, praat ik ook super weinig. Dat is nog misschien nog wel het bijzonderste. Dat ik dit probeer te doen. Oh, damn. Ik moet op hem opletten. Dat zag ik. Hallo. Dat zie ik ook. Hallo. Jij staat er nog steeds. Waar is Dickie Dick? Dickie Dick is daar naartoe gegaan. Oké. Jij kan open, denk ik. Jij kan ook open, denk ik. Nice. Jij staat nog steeds te kijken. Dickie Dick is daar. Jij bent daar. Ja, oké. We gaan goed. We gaan echt goed. Wat vinden jullie tot nu toe ervan? Gaat het goed, jongens, of niet? Even serieus. Oh, hij staat weer. We moeten op hem nu gaan letten. En op Dickie Dick. Oh, damn. Dickie Dick staat hier links. Holy shit. Dat was echt heel close. Oh! Oh, poging 2! Ja, ja. Ja, ja. Oh, hoe laat is het? Nou, het is 6 AM Roblox. Woe. Damn. Oh my god, dan hebben we dit. What the heck? Oké, waarom zitten jullie daar? Ja, pro gamer, inderdaad. Oh nee. Oh, ik vind hem zo eng. Maar wat is er dan? Oh my god. Hoeveel nachten zijn er nog überhaupt? Vijfde nacht. Ik waarschuw je, de vijfde nacht is echt moeilijk. Ik ben niet blij om dat te horen. Waarom zeg je dat nou? Als je alleen camp 5 met je cam bekijkt en de twee deuren verspil je veel minder batterij. Ja, maar weet je wat het is? Die dikke, die heeft geen gloeiende ogen. Dus als die dikke links staat, dan moet je alsnog, of rechts, dan moet je alsnog die twee camera's bekijken, anders zie je hem niet. Dit is echt een stressvol spel, holy damn. Zo, even een paar slokken water. We gaan nacht 5 doen. Hebben jullie zin in nacht 5? Wat zijn kanaalpunten, Melvin? Heb ik kanaalpunten? Volgens mij niet. Als je cam 11 monsters voor het raam staat, sluit dat raam, anders ben je dood. In deze nacht bedoel je of niet? Hey yo, just Menno, welkom bij de stream. Of die dikke. Oh, die dikke kan dus ook door het raam. Dus ik heb net geluk gehad. Oh, serieus, ik heb net geluk. Oh my god. Oké. We gaan horen wat deze nacht te bieden heeft. Vertel het eens, meneer Emilio. You have 2 new messages. Hello again. So, the big boss man told me to inform you about our off-limit areas. I know that sounds kind of silly since you're supposed to be guarding the place, but the manager is adamant that we don't go where we're not supposed to be. Okay. He's mostly talking about the rooms that aren't on your little mini-map. Oh, what? They aren't on the map because it apparently isn't any of your business. Or ours, for that sake. Like that extra room next to the parts and service room. I believe you can see the door from camera 9. Ah, yes. Thank you. Here, I'll need the change. Excuse the sound of my delicious latte. Anyway, the manager says it's just a storage room, but I've of course heard many stories from my superstitious colleagues.
So it's either an Laat mij luisteren! Ik mag niet eens luisteren! Maar we hebben dus nu die deuren die we in de gaten moeten houden. Die dikke heet Max en hij kan alleen door de deuren, niet door het raam. Oké, dankjewel voor de tip, maar je hebt al die kanaalpunten van Twitch. Ik heb geen idee wat het doet. Ik heb geen idee. Dead Counter 2, dankjewel Roblox voor de motivatie. We moeten dus dit wel gaan bekijken allemaal. Mijn geluid wel wat zachter, sorry. Mijn geluid zat heel hard. New messages. Hello again. So, hello. The big boss man told me to inform you about our off-limit areas. Ja, off-limit areas. Die deuren dus. Silly, since you're supposed to be guarding the place, but the manager is adamant that we don't go where we're not supposed to be. He's mostly talking about the wounds that aren't on your little mini-map. And they aren't on the map because it apparently isn't any of your business. Okay. Or ours, for that sake. Like that extra room next to the parts service room. Ja, die heb ik gezien. See the door from die deur. 9. Die twee. Ah, yes. Thank you. Here, keep the change. Excuse. Dankjewel voor de follow. Delicious latte. Anyway, the manager says it's just a storage room. But I've of course heard many stories from my superstitious colleagues. Ja. So it's either an extra kitchen, staircase to his secret underground tunnel, or it's where he puts bowling equipment. He doesn't want his wife to know he's still bowling. Okay. Of course, I don't believe there's anything special, to be honest. I overheard him talking about the room once. Yeah. He mentioned something about some old, unused stuff. Oh my god. He's smiling. Who knows? Yeah, sweetie. I'll hang out that. Anyway, I'm all out of time. See you next week. Next week? There is nog een week? Dan moeten wij nou op die deur gaan letten? Wat is dit? Hallo? Hallo? Hoorden jullie dat? Ja, dat hoorden jullie. Die deuren, moet ik op die deuren gaan letten? Oh my god. Die deuren, wat gaat er met die deuren gebeuren? Ik moet deze camera sowieso in de gaten houden. Maar die deuren, wat is er met die deuren? Iemand in de chat zei, Melvin, nacht 5 is heel moeilijk. Dus ik zit nu eigenlijk te bedenken van, wat gaat hier nou zo moeilijk aan worden? Ik kan niks met die deuren. Weet iemand wat met die deuren aan de hand is? Kan iemand mij dat uitleggen? Oh my god. Golden Candy? Waar hebben jullie het nou weer over? Die deuren moeten we opletten. Dat heeft hij mij verteld. Oh my god, die dikke staat dan weer. Die komt pas midden in de nacht. Oké, doe midden dicht. Maar midden dicht, waarom? Kan ik dat aan met mijn batterijen? Oh shit, hallo. Oh mijn god, hij gaat ook weer gek kijken. Golden Candy, ja dat klinkt wel goed, eerlijk waar. Oh my god. Die deur is inderdaad open gegaan. Hij kijkt daar nog steeds naartoe. Hij staat ook lekker te kijken. Pingwing is daar. Melvin gaat dit halen, mensen. Nou, ik vind het leuk dat jullie zo positief zijn, maar... Oh my god. Er is nog niemand. Wat is er nou met die deur dan? Golden beer komt hier. Ja, echt. Mijn reet. Jullie kunnen allemaal mijn reet.
Jullie hebben het over een gouden beer, maar ik zie geen gouden beer. Moeten we opletten, blauwe trouwens. Want die pingwing die is natuurlijk klein, dus die staat niet op de camera. Oh my god, hij beweegt. Daar is nog niemand. Oké. Okay. Oh, dat is die dikke weer. Dikkie dik. Jij staat daar. Wat is er met die jongens, ik weet niet wat het is. Jullie hebben het over een of ander Mongool ding dat heel groot is en goud en zo. Wat hier naartoe komt. Maar hij is er nog niet. Ofwel, is hij er wel? Oh mijn god, hij staat weer recht overeind. Ik hoor een of ander geluid. Hij is weg. Wat is dat geluid? Oh mijn god, er is inderdaad een extra geluid gekomen. Maar die deuren zijn nog niet open. Jongens. Ik vind het niet leuk. Hadden jullie dat al door dat ik het niet leuk vind? Oké, hij staat daar. Die deuren gaan niet... Oh, daar gebeurt wat. Nee, dat is ook niks. Hij staat ook nog steeds stil. Is die dikkie dik hier? Nee. Pingwing? Nee. Weet je wat ik blij om ben? Dit spel is 10 keer makkelijker dan Five Nights at Freddy's. Oh mijn god, hij staat weer recht overeind. Ik heb geen idee. Het is zoveel makkelijker dan Five Nights at Freddy's. Dat is echt insane. Ik doe dit gewoon. Ik weet dat die Roblox het leuk vindt om mijn prachtige deads bij te houden. Maar ik heb pas 2 deads. Ik ben een pro-gamer. Kijk die pro-gamers in de chat. Wat voor gekke... Wat de heck? Mistake? My mistake? Hallo? A problem? Ja? Ben ik een probleem? Mijn probleem? Er is iets mijn probleem, maar ik weet niet wat. Ik ben uitbetaald! $100 en 1500... What the fuck? What the heck? What the heck? Ja, leuk muziekje. Sorry, het geluid, what the fuck? Ik zet hem iets zachter. Voor mij staat hij heel hard. Er is een nacht 6 hebben jullie over. Nicely done, Melvin. Ja, zeker weten. Wauw! Sixth night. Moet ik de 6e nacht doen, chat? Er is hier een 6e nacht. En een nacht 7? Ouwe! Ik ben al trots op dat ik deze shit heb gehaald. En nu gaan jullie allemaal zeggen, yo, doe nacht 6. Oké, we gaan hem proberen. We gaan hem proberen. 6e nacht. We hebben de basis nachten uitgespeeld. Daar ben ik trots op. Goed gedaan, Melvin. Maak mijn dag een nacht. Ja, mooi man. Ik ben er ook trots op. Oei, feestje. Ook voor mijn verjaardag. Hey, you're still here?
Ja! I thought you wanted that transfer out of the night shift. Although, your shift isn't even tonight. What? Frank's supposed to be here. What did you do with Frank? Where is he? Well, I guess someone has to watch over the place tonight, so just stay put. And keep watching the place and don't break anything. This is not okay. You and I need to have a little talk next week, okay? Bye. Hallo? Wat? Hé? Wat gebeurde daar? Je gaat niet zeggen dat hij hetzelfde werkt als als hij oprecht op dat... Voor mij, ik weet misschien al deze mechanic. Ik weet misschien al hoe deze werkt, chat. Komt dit op YouTube? Ja, dit is live op YouTube. Mensen die op YouTube kijken, hallo. Ik doe deze stream ook op Twitch. En daar lees ik de chat. Maar ik doe dit ook op YouTube, zodat jullie het kunnen teruglezen. Ja. Maar voor mij, als hij open gaat, moet ik dit ding al dicht doen. Heb ik het gevoel. Want kijk, nu is hij weg. Huh? Heb ik het nou overleefd? Waarschijnlijk wel. Maar nu moeten we ook die gaan opletten. Yo-way! Op hoeveel moeten wij nu gaan opletten? Op camera 9, 6, 4 en 11. Dat zijn de belangrijke camera's. En let op de pingwing. Ik weet dus wat de manier is om die te vermijden. Ik ben al... Wat?! Dit is onmogelijk! Dit is onmogelijk. Hoe? Wat? Ik heb het gevoel dat hij dus echt letterlijk 10 seconden daar is. En ik moet in die 10 seconden of 15 seconden, wat zou het zijn, moet ik kijken of hij daar wakker wordt. Bij dit ding. Kijk, hij is nu wakker. En dan is hij nu al goed, weg. Oké. Maar dan kan hij dus ook nog bij een andere deur komen, of niet? Melvin, ga eens rustig aan. 4 deaths al. Je mag je mond dicht houden, want ik heb gewoon al 2 dingen gehaald. Maar ik heb... Oh. Oh, wat? Je ziet hem hier staan. Hij is gewoon super snel. Oh my god, dus hij is wel in het spel aanwezig. Oké. Okay. Ik heb nu al... Ja, tel de death counter maar op, jongens. Tel de death counter maar op, want dit ga ik toch nooit kunnen. Holy shit, dat was op tijd. Ja, zie, hij staat daar al. Holy fuck, holy fuck. Doe even normaal, Pieter. Hoe snel ben je daar? We moeten... Hij is super snel dus. Hij staat hier links, die grote beer. Ik zag trouwens Sjaan het in de chat. Sorry dat ik je niet groette, maar hoi Sjaan. Gezellig dat je aanwezig bent. Ik ben echt super gefocust, dus... Ja, dit is onmogelijk. Ook hoi. Ja, sorry. Nee! Nee, nee, nee! Holy fuck, daar moet je echt zo snel bij zijn. Ik moet ook nog op hem letten, op die. Hij staat er ook weer klaar. Oké, jij kan ook waarschijnlijk omhoog. Hij staat er nog steeds. Ja, niemand. Oh mijn god, hij is weg. Is die pingwing er?
Oké, hij is weg. Ik probeer dit zo tactisch mogelijk te doen, hoor. Hij is weg, oké. Oh, de pinguïn staat er nu. Die camera is ook helemaal leeg. Nice. Dan hebben we... Hij kijkt alweer naar de camera toe. Die moet natuurlijk omhoog voor de pinguïn. Holy fuck. Ja, natuurlijk. Jij moet ook weg. Jij bent ook niet lief. Hij staat ook alweer omhoog. Hij is alweer weg! Holy fuck. Jij staat nu naar links. Hoe laat is het? 2 a.m. Ik heb het gevoel dat ik deze drie als enige in de gaten moet houden. Om een zo tactisch mogelijke ervaring te hebben. Oké, die kan open, die kan open. 51%, we zitten op de helft. Die moet weer dicht. Jongens, ik denk dat ik zo echt gewoon even pauze moet nemen. What the fuck, ik stress hem kapot man van dit spel. Dat is echt niet normaal. Oké, ja, ik zag jou daar staan. Hallo, gezellig. Hij staat ook alweer recht overeind. Ja, jij staat nog steeds recht overeind. Is die pinguïn er? Nee. Recht overeind, nee, nee. Hij is weg. Nou, daar staat er ook één. Daar staat er ook één. Kut. Kut. Heb ik hem op tijd? Ik heb hem op tijd. Heb ik ook op tijd? Dit is zo tactisch, chat. Ik weet niet of je... Oh, kut, die deur. Oh, kut, die deur ook. Hij kijkt zeker ook alweer. Nee. Is die pinguïn naar rechts? Die pinguïn is echt al een hele tijd niet meer geweest. Hij is weg. Die is leeg. Oké. Pinguïn, pinguïn, nee. Rondkijken, nee, nee, nee. Kut, hij staat al links. Deur dicht. Hij gaat staan. Hij gaat kijken. Die deur moet ook dicht. Dan is hij ook bijna weg. Hij is weg. Kan die deur weer open. 20%! Ik haal het niet! Ik ga het niet halen. Ik heb niet genoeg stroom. Kut. Ik ga dit niet halen. Ik heb niet genoeg stroom. Ik heb die deur... Dit is onmogelijk! Ik denk dat ik die camera niet zo lang mag aan hebben. Ik heb 15% voor de laatste uur. Hij staat weer. Oh, hij kijkt naar mij. Kut, had ik niet op gelet. Die moet ook weer dicht. Open, die moet dicht, die moet open. Die moet dicht, open bedoel ik. 9%. 9 fucking procent. Procent. 2%. Oh! What? 2%! Besef dat! Holy damn, ze hebben hier een trio of zo? What? 2%. Even een hype. Mag ik een hype van jullie? Holy damn.
Zo, de knetter, lekker pik. Ja, je wil niet weten hoe gestrest dit is. Trio wat? Ik weet het niet. Pro gamer, ik ben pro gamer. The end. Eigenlijk is het gewoon wel echt een topmuziekje. En wat ik daar helemaal vrolijk kan. Kijk, ja, die Melf hype is in de chat. Dank jullie wel. Holy damn. Ja, het is een goed muziekje. Het is een lekker muziekje mee te vieren. Hè? Voor mij hebben we hem uitgespeeld. Wat? Er zijn knoppen. Wat? Wat de heck is dit? Kijk dit. Ik heb het uitgespeeld. Er is geen nacht meer. Ik kan een custom nacht aanmaken. Oh, wauw. Wat cool. Check dit dan. Van oud naar nieuw. Hij is wel echt schattig, die pinguïn. Oké, voor mij hebben we het uitgespeeld. Want voor mij... Ja, hier. Custom Night is hoe moeilijk iedereen is. Maar we hebben het uitgespeeld. Custom Nacht ga ik niet doen. Ik ga geen Custom Nacht doen. We gaan een ander spel spelen. We gaan Five Nights at Candy's 2 doen. Wauw! Damn, chat. Damn. We did it. Ja, lekker gedaan, Melvin. Dit was... Five Nights at Candy's toch even één keer remastered. Dank jullie wel, jawel. Deze hebben wij net uitgespeeld. We gaan nu Five Nights at Candy's 2 spelen. Die heb ik er ook nog staan. Dat was de wat makkelijkere, kon ik me nog herinneren. Maar we gaan het alsnog gewoon proberen. Nu gaan we deze doen. This game contains jumpscares. Ik weet het. We waren hier ook bij de vierde nacht. Dus deze moeten we ook gaan doen. Ik kan me nog herinneren dat wij hier die gappie hadden die door dat ding heen wilde. Door die schachten. En die ene waarbij we steeds moesten bellen met de telefoon. En eentje waar we niet lang moesten naar kijken. Omdat anders het systeem kapot gaat. Weet jullie het nog? Waarschijnlijk weet ik het nog. Maar dit is wel echt top. Dit is wel echt top. Five Nights at 1 is ook het moeilijkste en... Oh, nice. Dus de remastered is het moeilijkste en die heb ik gewoon net gedaan. Wauw. Haha. We gaan in ieder geval deze nacht starten. Fortnite. Wow. Komt daar Fortnite vandaan? Ik zou het niet weten, maar we gaan dit doen. Hoi Melvin, ik ben een heel groot fan van jou. Ik wil dat je mijn naam zegt, want ik kijk er heel lang naar. Awesome. Oké, hoe ging dit ook alweer? Ja, ik moet... Dit is echt even nieuw. Of even wennen. Oké, zij staan daar. Wat? Ja, connection lost. Is er een nieuw ding hier? Ja, kijk. Naar hem moeten we niet kijken. Hem moeten we wegjagen met de telefoon. Ja. Oké, hij staat daar. Dus we moeten nu ergens bellen. Hier maar. Ja, oké. Voor mij is deze niet zo moeilijk. Oh ja, jullie willen natuurlijk ook zien hoe laat het is. Dus dan doe ik dat ook even voor jullie, oké? Alsjeblieft. Kunnen jullie zien hoe laat het is in het topspel? Zien jullie het rechtsbovenin staat hoe laat het is? Ik ben lief. Druk op CD+. Wat is nou weer CD+? Oké, daar staat er een... Oh my god, daar moeten we echt voor oppassen. Oké. Dit gaat goed. Minecraft, please. Nee, dit is geen Minecraft stream. Ik weet niet wat je hier doet, maar dit is een Five Nights at Candy stream. Zoals je misschien doorhaalt. Hé, daar hebben we weer eentje. Hallo, pik. Nice. Easy as that. Oh my god. Waar is hij? Hij zit hier. Dit is makkelijk. Dit is echt makkelijk. Toen ik dit ook opnam, toen stond ik ook versteld van hoe makkelijk deze eigenlijk ging.
Want je hebt alle geluiden waar je naar moet luisteren. Je hoort precies van naar welke kant je komt. Je kan supersnel alle camera's bekijken. Je doet even één keer fles hier. Je weet dat er eentje is. Je belt in één zo'n random kamer. Je ziet dat hij er komt. Je doet ophangen. Je bent klaar. Kijk, nu hoor je hem links ergens. Nou, bel je even daar. Rent hij weg. Hoepsiekee. Kijk hier even. Deze is echt makkelijk. Melvin, ik ben echt fan van je. Awesome. Ik ben ook fan van mezelf. Oh, kut. Oh, kut. Ik heb het verneukt. Oh, nee, niet. Dat ging makkelijk. Gaat hij daar weg? Hangen we hem op? Deze is zo easy. CD plus. Ik ga dat nog niet doen. Laat me eerst even deze nacht fixen. Ik wil niet dat ik iets fout doe of zo. Of dat het helemaal... helemaal kut gaat doen. Dat heb ik... Oh, kut. Ik moet hier bellen. Oh my god. Stop met Minecraft. Ja, willen jullie alsjeblieft niet spammen welk spel ik ga doen? We spelen Five Nights at Candy's. Het staat ook niet voor niks in de titel, weet je. Dus, niet spammen, oké? Okay? Dank jullie wel. Oh my god, ze zijn wel snel. Oh my god, er is er weer één. Ja, we gaan Five Nights at Candy's 3 hierna doen. Dat klopt inderdaad. Jullie hebben dat helemaal correct. Na deze gaan we Five Nights at Candy's 3 spelen. Dat is in die kamer met dat bed en zo. Waarvan ik eerst niet wist hoe het werkte. En toen kwam ik er best lang, lang naar achter tijdens het opnemen hoe het wel moest. Dus ja. Er bestaat helaas geen Five Nights at Candy's 4. Nee, dat heeft de maker ook gezegd dat hij niet komt. Hij heeft een remastered versie gemaakt die we hebben gespeeld. Waar is hij? Hier is hij. Dus ja, maar er komt helaas geen ander deel. Hij heeft het ook al heel lang geleden ooit gezegd volgens mij, dus ja. Ook al zou dat wel leuk zijn inderdaad. Maar ik wil ooit ook nog een keer gaan proberen de Five Nights at Freddy's te spelen. Alleen, daar ben ik gewoon echt heel slecht in. Dit is meer het niveau wat ik aan kan, weet je? Dat is het ook een beetje. Ik hoor hem ergens. Oh my god, dat was echt heel dichtbij. Sjaan, ben je nog aanwezig? Dan is iemand aan het spannen. En dat vind ik niet leuk. Oh my god. Dat was echt close. Dat was echt heel close. Ja, we zitten op 4 a.m. jongens, inderdaad. We gaan hard, we gaan heel hard. Ja, ik heb meer mods nodig. Ik weet het. Ik ben ervan op de hoogte. Oh my god. Oh my god. Ze staan wel echt altijd zo eng naar die camera te kijken. Ken je die ene dude bannen? Ja, maar ik ben aan het gamen en ik kan dit spel niet op pauze zetten, dus... Ik had graag die man geband, daar ben ik heel eerlijk in. Hey Mars! Kaas! Dankjewel dat je aanwezig kan zijn. We hebben een druk streampie vandaag, dus ik zou het tof vinden als je mensen kan bannen of kan timeouten voor het spammen. Nee, ik zeg niet zomaar iemands naam. Dat is niet zomaar.
Ik wil het wel een keer proberen. Help en het VR. Ik kan het bij Mars opnemen. Over Mars gesproken. En ik heb ook gezegd dat ik dat een keer wil doen. Maar ik moet daar een keer echt gewoon even een dag voor vrijmaken. En ook echt gewoon mezelf zeggen van... Yo, ga naar Mars toe. Boom! Kijk eens aan. Deze man, die haalt dit gewoon even, hè. Dit is een makkelijke. Dit is een hele makkelijke versie van Five Nights at Candy's. Wat ik wel leuker vind dan deze is de tussenstukjes. Die tussenstukjes heb... Return? Wat? Wow, check hoe geil ik eruit zie. Wow, oké. Ja, hypie. Lekker hypie inderdaad. Laten we kijken waar we naartoe moeten met deze animatronic. Oh, dat water is wel echt goed om te drinken tijdens zo'n stressvol streampie. Oh, wat? Ik heb iets opgepakt, maar ik weet niet wat. En dank jullie wel allemaal voor de follows. Dank jullie wel allemaal. I appreciate the follows. Melvin, ja, hallo. Waarom praat je zo langzaam? Wat wil je dan? Dat ik supersnel ga praten? Wacht even, mijn banhammer is nog in de wasmachine. Kan die dan wel in de wasmachine dan? Is hij daar al voor geschikt? Hij moet wel schoon zijn. Ja, inderdaad. Want hij wordt weer vies dan, hè? Oh, moet ik dat ene rode ding bij hem returnen misschien? Wacht eens. Melvin, heb je zin in kerst? Oh, jazeker. Oh, nice. Oké, ik heb een stropdas gegeven aan hem. En we zijn bij de vijfde nacht. En even een leuk feitie. Nog één volger. Nog eentie. En we hebben de 9000 volgers hier op Twitch. Oh, wie gaat dat 9000ste volgertje zijn? Ja, Protectin. Woe! Amir Rules, woe! Je bent net te laat. Super, je bent ook net te laat. 808 feet, je bent ook net te laat. Maar jullie zijn allemaal wel deel van deze community. Dank jullie wel. Awesome, cool. Even feestie. We hebben gewoon de 9000 volgers. Ik ga nu ontvolgen. Dan ga ik jou bannen, Roblox. Oké, een grapje. laten we kijken. We gaan nacht 5 proberen. Ik ben benieuwd wat er nieuw is in nacht 5, want ik heb het gevoel dat het niet heel veel gaat doen. Oh, druk even op CD+. CD+, zegt deze man. CD+. Wat is CD+? Oh my god. Wat is C... Hoe krijg ik hem weg? Hoe krijg ik hem weg? Oh, 2 keer flitsen. Oh my god. Of met de telefoon wel, hè? Huh? Nou jongens, er is een nieuw monster hier. Moet ik die flitsen? Of... Ik moet bellen. Oh my god. Oké, we hebben dus nu 2 achter ons aan. Helemaal gezellig. Kunnen sommige mensen stoppen? Ja, oké. Ik moet meer mods hebben. Holy damn. Ik ben niet gewend dat zoveel mensen kijken, jongens. Wat doen jullie hier allemaal? Vinden jullie het nou zo leuk dat ik dit spel speel? Waarschijnlijk wel. Oké, jij staat daar. Wesley is aan het leren om te golven. What the fuck? Waarom is Wesley aan het leren om te golven? Hij is zo snel! Oh. Uh-oh. Uh-oh. Uh-oh.
I fucked up. We moeten dus opletten dat hij er staat. Oh, hij is... hij is golf with your friends aan het oefenen. Oké, wat een man. Die gast die zit gewoon niet mijn livestream te kijken, maar gewoon dat spel te oefenen. Waarom? What the fuck? Jongen. Kan jij daar niet wat van zeggen tegen hem? Dit is trouwens letterlijk hoe dit level gaat. Je drukt de hele tijd hierop totdat je die gast bij die fans hoort en dan ga je daar naartoe. En dan bel je hier en dan kijk je of hij weggaat. En dan staat hij daar en dan hoor je die gast nu rechts hier. Melvin is een vis. Nee, ik ben een boogschutter. Misschien wel een leuk feitje voor jullie. Ja, ik ben een boogschutter. Oké, nice. Hij is daar naartoe gegaan. Dankjewel voor de follow. Ik moet trouwens vaker zeggen dat ik dicht bij de 9000 volgers zit. Want dan gaat iedereen opeens volgen. Oh my god. Nice, hij is daar ook. Eng spel. Het valt mee. Het valt echt mee. Het gaat goed. Het gaat lekker. Ik ben nog niet zo vaak dood gegaan. Het is makkelijker dan Five Nights at Freddy's. Dus we doen dit gewoon, weet je. Het is gewoon lekker die flitser de hele tijd gebruiken. Even die monsters een beetje helemaal... Oh, shit. Waar is hij? Oh my god. Hij survived. Oh, nice. Wacht, heeft Melvin een VR? Nee, helaas niet. Ik heb een VR op mijn, voor mijn mobiel. Maar dat ding, dat werkt niet met mijn S9. Dus, die had ik toen gekregen bij mijn andere mobiel. En ik heb hem 2 keer gebruikt voor een video. 3 keer. Maar het is en heel laggy en het is niet zo goed als een Oculus Rift of zo. Dus, of een Oculus, hoe die dingen ook maar tegenwoordig heten. Oculus Quest of zo is de goede naam tegenwoordig, dacht ik. Ik wil volgen. Dan moet je op het hartje drukken. Ja, precies. Dankjewel voor de follow. When you speak about the devil. Maar is die goed, Mars? Of heb je geen idee? Want jij zit wel een beetje thuis in de VR-wereld, volgens mij. Heb je enig idee hoe goed die is, de VR of Oculus Quest? Ja, het is zeker beter als je hem via je eigen PC doet, of niet? Er zit gewoon veel meer kracht in. Dankjewel allemaal voor de follows. Wat een gekke mensen jullie allemaal. Ik heb de 9000 volgers al gehaald, hoor. Oh my god. Oeh, dat was heel close. Dat was echt heel close. Hoeveel delen zijn er nog? We hebben hierna nog 1 deel. En dan zijn we klaar met de 3 delen die ik wilde gaan doen in eerste instantie. Dus, wat? Oh my god. Oké, dat werd heel spannend. Dan maakte ik het mezelf heel moeilijk. Maar we zijn er bijna, kom op Melvin.
Boom! Ja, ja. Woe! Hoe kan ik Melf volgen? Door op een hartje te drukken. Want wij houden hier nou eenmaal van liefde. Melf elletjes in de chat. Mag ik wat Melf elletjes in de chat voor iedereen die hier aanwezig is? Voor iedereen die hier aan het kijken is. Voor iedereen die ooit gedoneerd heeft. Voor iedereen die ooit gesubscribed heeft. Voor iedereen die gesubscribed is. En voor mijn lieve vriendin. En voor mijn lieve moderators. Dank jullie wel. Melf L. Ja, precies. Die Melf elletjes. We zijn hier voor je met deze gekke man die een mooi dingetje heeft. Of gewoon hartjes. Als je geen subje bent, dan moet je gewoon wat hartjes in het chat sturen. Dank jullie wel. Kijk eens aan. Behalve Wesley. Behalve Wesley. Wesley is niet lief. Nou, we hebben nacht 5 ook overleefd. Dat is goed. Ik heb geen idee wat hier nu de bedoeling is. En of er een nacht 6 is. Want meestal hebben deze spellen een geheime nacht. En die geheime nacht die moeten we dan spelen. En dan is dat de laatste nacht. Dus we gaan het zien. Melvin, ik ben zo terug. Is helemaal goed. Dank jullie wel voor de hatjes. Ik waardeer het. Wat? Politie? Waarom is dat politie? Huh? Zijn we afgesloten van de buitenwereld? Hallo? Meneer de agent? Wat zijn animatronics leuke dingen, jongens? Ik ga wel even snel hier lopen. Ik ben heel benieuwd. Die deur die staat open. We gaan naartoe. Oh nee! Nee! Old factory set for demolition. The abandoned factory on St. Antonio's Road 27 has been scheduled for demolition sometime next week. The now 45-year-old factory closed in 1993 after it was deemed unsafe due to another fatal incident inside the factory. What? RIP. Even in de chat, even serieus. A total of 6 casualties occurred in the factory over the past 45 years. The mother ended up being... Damn. Sad? Ja, natuurlijk is er een nacht 6. Willen jullie dat ik nacht 6 ga doen of niet? Ook gewoon dat de eerste die daarop antwoordt nee zegt. kom er maar aan. The fuck. Nou, de meesten zeggen natuurlijk ja, dus we gaan nacht 6 doen. Dit is waarschijnlijk ook weer de laatste nacht. We gaan hem kieken en daarna gaan wij Five Nights at Scandies 3 doen. Ja! Oké, wat gaat hier nieuws zijn? Holy! Wat? Is het gewoon een extra animatronic die heel kut gaat doen of... Heeft iemand enig idee? Oh my god. What the fuck? Hij is super snel. Kijk hem staan. Wat de heck? Dat is de rat en de kat. Wauw. Oh my god. Oh my god. De rat en de kat. De rat en de kat zijn dus maar twee animatronics, maar die kunnen alles wat de voorgaande deden. Hey, leuk jongens. Groot succes dit.
Rip jou. Oh, dat zeg je tegen iemand anders. Ik zou net zeggen, ik ben professioneel Five Nights at Candy speler. Dus... Tom en Jerry. Ja, misschien wel. Misschien zijn het wel een Tom en een Jerry. Wie weet. Wie keek je vroeger Tom en Jerry? Kan iemand... Vertel mij dat. Wie heeft die Tom en Jerry gekeken? Toch wel iedereen, eerlijk waar. Tom en Jerry was ook gewoon een topprogramma. Oh my god. Dat is wel echt smerig. Als hij daar eenmaal kijkt, dan ben je gewoon een lul. Dus we moeten dit doen. Ik, ja precies! Wat zijn jullie een topchat? Awesome. Dit is ook gewoon zo'n leuk programma. Je kunt het. Oké, dankjewel voor het vertrouwen. Wow! Wow, ze staan met z'n tweeën! Wat een beren, jongen. Wat? Of een kat en een muis dan. Oké, ook goed. Holy damn. Ik heb het gevoel dat deze nacht langzamer gaat. Ligt dat aan mij of weten jullie dat niet? Want ik heb hier een paar mensen in de chat die zijn... Oh, kut. Die zijn professioneel in dit spel volgens mij. Want jullie weten precies wat de hele tijd er gebeurt. Melvin maakt me niet bang. Nou, ik speel een horrorspel. Dus, hè, dan kan het gebeuren dat je bang wordt, ja. Jezus, domme boeren. Ja, ik begrijp... Oh, nee. Oh, dan was ik te snel. Oh, lekker. Ik begrijp waarom ze protesteren. Maar de nieuwe manier van protesteren tegenwoordig vind ik echt heel bizar eigenlijk. Dat je gewoon om aandacht te krijgen, maar gewoon iets moet gaan versperren of zo. Dus gewoon alle snelwegen dichtgooien of zo. Dan krijg je wel je aandacht. Omdat protesteren op een andere manier gewoon tegenwoordig niet meer kan. Oh fuck. Oh fuck. Start alsjeblieft heel snel op. Dankjewel. Ik heb ze vandaag ook zien rijden. Ik heb ze zelfs binnendoor gereden met mijn auto naar het station. Om voorbij de tractoren te gaan. Dat was fucking druk. Ja, het was weer echt achterlijk druk. In Leeuwarden, waar ik op school zit, waren ook allemaal tractoren. In het centrum ook, voor het stadshuis of wat er ook maar zit. En toen moest de bus vanaf het station naar mijn school moest ook gewoon, gewoon omrijden. Omdat al die tractoren op die route staan. In het centrum, nou ja. Ik ben jarig vandaag. Gefeliciteerd met je verjaardag. Ik was 3 dagen geleden jarig. Hoe vind je die? Ook heel leuk, ja. Het zijn niet moeilijke nachten. Even serieus. God, daar was ik echt heel lang. Boom! Dankjewel Lottie. En dankjewel spel dat we dit hebben mogen halen. Woo! Huh.
Melvin, als je Kinky Kinky ziet, wil je hem bedanken voor het cadeautje even aan mijn hond. Ah, ik zal het doen. Ik zal het doen. Nou ja, pro Melvin, pro gamer. Nu komt... Oh, wat? Follow? Oh my god. Maar nu komt die pro gamer van pas. Want ik ben natuurlijk een pro gamer. En ik heb op Twitch, voor de mensen die niet weten, een pro gamer emote. Die je... Oh, hallo. Die je krijgt wanneer jij abonneert op mij. Hè, dat mag je altijd doen als je het leuk vindt. En dan, dan krijg je die... Oké. Dan krijg je die pro-gamer emote. Ja, want ik ben een pro-gamer. Eerlijk, hoe vaak ben ik nu dood gegaan, jongens? Niet heel vaak. Hallo? Collect? Wat de heck gebeurt hier? We moeten papiertjes collecten. Deze tussenstukjes zijn heel cool, maar ook gewoon super cryptisch. En mijn favorite cat is Candy. Nou, wat een leuke kat. Mijn favoriete kat is Frodo. Maar ik vind Phoenix, wij hebben een kitten, vind ik ook heel erg leuk, ja. Maar mijn allergrootste vriendkat was vroeger Panda heette hij. Maar die is toen helaas moeten inslapen. Hij was 19 jaar, hij was wat ziekjes en ja, dan was het op dat moment gewoon het beste om hem te laten inslapen. Ja, we gaan even op de gevoelige tour, maar die gevoelige tour is nu weer voorbij. Want we vinden een ander kaartje. Ah, happy cat! Ze staan een beetje lekker te dansen. Melf Dab, alsjeblieft. Waar ga ik überhaupt heen? Ik heb pas 2 tekeningen gevonden van de 5. Hoe groot is dit dan? Daar ben ik al langs gegaan. Nee, ik ben hier beneden nog niet geweest. Hier niet. Nee, precies. Tada! Hallo, tekening. Friends! Holy damn. Melvin, ik ben terug. Hey, ik ben een gekke chap. Welkom terug. En wat gebeurt hier? Als ik het wist, had ik het je verteld. Dit zijn tussenstukjes of eindstukjes wanneer je een nacht hebt gehaald. Daarin heb je hele kleine missietjes en die moeten wij nu doen. En wij moeten nu tekeningen verzamelen. Als een animatronic. Dus ja. Trouwens, ik heb het nog helemaal niet gezegd, maar zoals nu de planning lijkt, hoe zielig het ook is dit de laatste stream van 2019. Er is een kans dat ik gewoon niet live kan meer dit jaar, want ik ga naar Shania toe, ik moet al mijn video's voor uitwerken en dan pas de eerstvolgende stream is na de kerstvakantie. Waar ik best van baal, maar het is nou eenmaal zo. Ja, Melf Zed, inderdaad. Ik vind het ook jammer. Ik ga altijd super graag voor jullie live. Ik vind het echt super leuk om live te gaan. Maar dit is gewoon lastig te plannen. Ik moet trouwens nog 1 tekening, dat jullie het even weten. Maar ik kan die tekening niet vinden. Want hier mag ik niet heen volgens mij. Nee. Melvin, ik heb morgen kerstgala. Oh, damn. Dat is gezellig. Wat voor pak ga je aandoen? Of een jurk, wat doe je aan? Ik zag niet of het een meisje of een jongen was, dus... Ja, de laatste tekening! Oké. Wat? Er zijn opeens kinderen! Hallo kinderen! Ik ben Dickie Dick en ik ga jullie allemaal helpen. Moho. Hallo kinderen. Hallo, er is hier een of ander wezen en ik weet niet wat het is. Hallo meneer de vader. Ik heb geen idee. We volgen wel gewoon dat ding. Je doet een jurk aan. Oh, cool. Ben je dan ook iemand die dan zo'n jurk koopt voor een gala van fucking veel euro en dat je die daarna nooit meer aandoet? Zoals 99% van alle meisjes. Dat is vooral aan een man. Je koopt 1 pak. Oh my god.
Je laat me even uitpraten. Je koopt één pak. En dat pak, en je groeit er niet uit, dan krijg je dat pak gewoon 2, 3 keer, 4 keer aan of zo. Voordat je misschien denkt van, no, ik wil wat anders. En als het moet, kan je hem gewoon altijd aanhouden. Maar hallo kindje. Hij is ook gewoon blij om mij te zien. What the heck? What the fuck? En hey, Leon Wekker, het gaat goed met mij. Hoe gaat het met jou? En we mogen nu hierheen. Oh, wauw. Huh? Oh, het is alsnog verboden terrein. Top. Melvin, help. Ik ga morgen schaatsen, maar ik kan niet schaatsen. Oh, en hallo bewaker. Ik kan er ook niet heen. Wist je dat ik ook heel moeilijk kan schaatsen? Ik kan wel goed schaatsen, maar ik hou het niet heel lang vol. Want ik heb zwakke enkels en dat is gewoon niet chill. Oké. Okay. Factory burned to the ground. The old abandoned robotics factory that was scheduled for demolition had caught fire this morning. The exact cause of the fire is unknown, but experts were able to deduct the fire originated from somewhere within the warehouse department of the factory. Oh wow, okay, there's the thing is in... Okay, top. Voor mij heb ik het gehaald. Voor mij heb ik alles gehaald in dit deel 2. En we gaan er dus door naar deel 3. Deel 3 is... ja, we hebben nog extra, maar is extra iets. Au. Oh. Ja. We kunnen alles weer bekijken. Cool. Ook gewoon deze sketches. Wat cool. What the fuck? What the heck? Nou ja, leuk muziekje. We hebben hem gehaald, jongens. Helemaal top. Dit hadden we nodig. We gaan door naar deel 3. Hebben jullie zin in deel 3? Ik wel. We gaan deel 3 met z'n allen bekijken. Deel 1, die we dus net als eerste hebben gedaan, was volgens jullie het moeilijkste. Maar ik heb het gevoel dat deel 3 ook niet heel makkelijk is. Welke we net hebben gedaan is bij ver de allermakkelijkste. Maar deze die gaat zo... Oh, deed ook alweer fullscreen in dit spel. Oh ja, Alt-Enter. Hupsakee. Mag ik fullscreen? Yes, nice. Horen jullie het muziekje? Dit is echt een geweldig spel. We zijn hierin. Five Nights at Candy's 3. 3 is moeilijker. Hey, bedankt voor het zelfvertrouwen, jongens. Oh, deel 3 heeft ook meerdere rondes. Are you shitting me? Ik ben hier pas bij nacht 3. Dit gaat dus ook gewoon het moeilijkste worden. Oh, jongens. Dit spel is... Dit deel is ook gebaseerd op geluid. Dat vind ik nog wel het kutste, misschien. Hallo. Moet ik naar bed? Go to sleep, yes. The third night. Ik heb hier geen zin in. Maar ik heb allemaal gemist. Nou, ik heb 2 delen uitgespeeld. Dat heb je gemist. Dus je moet echt de stream terugkijken op YouTube. Maar ik doe het geluid wat harder, zodat ik kan horen. Wat krijgen we nu allemaal in dit spel? Ik weet dat we die ene grap hebben in al die deuren. Precies, dat bedoel ik. Dan moeten we licht op hem schijnen, ja. Oh my god! Nee joh! Hallo! Hallo! Ik ben 2 jaar abonnee. Dakje. Fucking awesome, Tom! Kijk, tenminste met de 2 jaar mag ik heel veel liefde en hartjes in de chat. Melf elletjes voor Tom. Hij is de 2e man op dit kanaal die de fucking 2 jaar... Oh ja, ik moet natuurlijk dat ding aandoen. Shit, dat was echt stom. Ja, jongens, ik weet het. Wacht even. Kut.
Maar Tom, dankjewel. Holy fuck. Dat is echt zo awesome. Ik waardeer het echt enorm. Hij is de tweede man die de 2 jaar abonneer haalt. 2 jaar is echt intens veel. Dankjewel, Tom. Ik waardeer het enorm. Dakje, 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 dakje. Geen probleem. Vet rustig in de chat. Geen probleem. Oké, deze nacht die moet het doen zijn. We moeten gewoon af en toe kijken hier in het hoekje. Kut, ik hoor hem, ik hoor hem. Nice. Nice. Komt hij alleen maar in dat hoekje, chat? Weten jullie dat? Die ene rat hier in het hoekje, komt hij alleen maar daar of ook op een andere plek? Kut, ik hoorde dat. Ik hoorde dat. Hij is boos, ik wist het. God. Welke kant ligt hij? Aan die kant. Bam! We hebben hem wel weggekregen. Dat is helemaal top. Laten we de rest maar weer bekijken. Die ze zijn wel echt, echt heel goed gemaakt, inderdaad. Dat moet ik ook toegeven. Ze zijn wel echt top gemaakt, die animatronics in deze spellen. Helemaal voor zo'n gratis spelletje vind ik echt dat ze het goed hebben gedaan. Moet je nagaan, dat die vent waarschijnlijk gewoon amper heeft verdiend hieraan. Waarom tril je helemaal, Romy? Omdat ik live ben? Of vind je het een eng spel? Wat ik ergens kan begrijpen, het is ook een eng spel. Het speelt zich af in een of andere slaapkamer. Ja, of je daar nog vrolijk van moet worden, weet ik niet. Tom en Jerry. Zijn dit Tom en Jerry? Voor mij wel. Nu je dat zegt. Dus Tom, je bent in de juiste stream gewoon 2 jaar geabonneerd. Want we hebben hier de Tom en Jerry tegen ons. Ook al weet ik dat jij niet tegen mij bent, maar oké. Oh-oh. Oh shit. Oh fuck. Even kijken of hij er ook zit. Dat had ik al verwacht. Hutsa! Wat top!
Sorry dat ik zo geconcentreerd ben, maar dit spel maakt gebruik van geluiden, dus... Ik moet wel heel stil zijn of ik moet het geluid harder zetten, maar dan is het voor jullie soms ook niet zo chill. Altijd leuk om dit te kijken, daar ben ik heel blij om. Daar ben ik echt heel blij om. We zijn er bijna, jongens. We gaan dit goed doen. Moeten wij even niet te veel praten, want dat geluid is... Oh, kut, nee. Dit is net zo'n aim-test voor CSGO of zo. Dat je gewoon de hele tijd op dat middelste punt van zijn hoofd moet richten. Nou, laten we even snel kijken of hij hier zit. Nee, oké. Okay. Onder het bed kijken, waar zit hij? Hij zit nu aan de andere kant een keer voor de afwisseling. Gaan we die kant op. Nee! Ik ging dood omdat dat muziekdoosje kapot ging. We waren waarschijnlijk echt 30 seconden. Waarschijnlijk 30 seconden verwijderd van het einde van die nacht. Wauw, dat is echt heel zuur. Dit is zo zuur. Dit is zuur. Ik neem een slokje drinken en we gaan dit doen. Moet je nagaan dat ik hier nog de derde, de vierde en de vijfde nacht moet doen. Dit kan nog wel heel lang gaan duren. Fuck! Maar ik ga mijn best doen. En ik was zo dichtbij. Fucking hell. Nou, die kutding aan. Ik had ook gewoon YOLO moeten omdraaien. Maar ik was bang dat het fout ging. Kut! Nou ja, het zal wel. Je kunt het. Dankjewel voor de motivatie. Fucking hell, Melvin. Altijd hetzelfde. Fuck jou. Ga het lekker zelf spelen, man. Melvin, wat vind je leuker? Five Nights at Freddy's of Candies? Five Nights at Freddy's is wel echt veel beter. Maar ook 10 keer zo moeilijk. Dus... Weet je, ze zijn beide goed en leuk op hun eigen manier. En dit spel is ook wat meer voor mij gemaakt, want het is wat makkelijker. Dus, ja. Maar wat kut dat dat ding kapot kan gaan. Echt zonder grappen. Wat een scheidonzin. Ik ben nog maar 5 keer dood gegaan in al deze nachten. Dus dat is ook alweer heel knap. Melvin Wiskas is een aanbieding. Ja, misschien hè. Misschien helpt het wel. Zet je gewoon zo'n bak Wiskas neer, komen ze daar wel op af. Wie weet.
Ik moet gaan. Fijne feestdagen iedereen. Hey, dankjewel. Jij ook hele fijne feestdagen toegewenst. Waarom hoor ik daar zo hard iets kloppen? Waarom klopt daar soms iets? Oh shit. Oké, daar gaan we weer. Hij gaat onder het bed. We kijken even of die ene dikkie zit. Even snel. Nee, oké. Okay. Gaan we onder het bed kijken. Hij ligt aan die kant. Dus dan moeten wij die kant op. Dat was het geluidje. Oké. Okay. Jij gaat ook weg. Nice. Top, jongens. Helemaal picobello in orde. We gaan echt lekker. Ook al ben ik net wel echt kut dood gegaan, we gaan alsnog wel goed. Ik ben wel trots op mezelf. Zijn jullie ook trots op mij, chat, of niet? Zijn jullie trots op mij of niet? Zeg het even eerlijk. Wat denken jullie nou van? Zo, wat een top Melvin of zo van wat een kut Melvin. Dankjewel trouwens voor de één hele bit. Ze komen niet op het scherm, dat gebeurt pas vanaf 100 bits, maar hè, ik zie het wel staan. Ja, heel erg. Dat klinkt zo sarcastisch. Ja, nou Melvin, ik ben zo trots op jou, echt niet te geloven. Ik vind het echt ongelooflijk wat jij doet. Dit is echt zo knap. Dankjewel voor de 15 bits. Alsjeblieft Melvin, al mijn bits niet nog heb. Dankjewel Femke. Waar? What the fuck? Ik keek die kant op! Hoe kan dat nou weer? Wat een cheater. Gaan we weer. Oké, okay, hij gaat onder het bed. Is hij hier eentje die ik weg moet halen? Nee. Oké, okay, kijken we even. Die kant ligt hij. Kijken we die kant op. Dat was het geluidje. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Heb je Five Nights at Freddy's op je telefoon? Sinds wanneer dat? Dank jullie wel voor de follows. Ik waardeer dat echt enorm.
We zijn er bijna. Ik zit echt op het geluid te letten als je denkt van Melvin, man, praat je weinig. Kom op, alsjeblieft. Geld! Speel 7 days to die of weer GWNFNAF 1 of 2 smiley. VV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 
zijn hier bij een tussenstukje. We hebben de nacht eindelijk gehaald. Wauw. Ik waardeer het enorm. Seven Days to Die heb ik helemaal niks mee. Five Nights at Freddy's wil ik weer een keer overwegen. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat lijkt mij een keer leuk om weer een keer te gaan starten. Dus misschien ooit een keer. Ik zal het niet weten. Komt dat weer een keer terug. Oh, hey, you again. Ja, ik er weer. My daddy said the puppeteer is puppet. Is a double puppet. Oké. What the fuck? String puppet and the ventiloist puppet? Nou, mooi. Echt waar. Boeit me helemaal niks. Hello there, kid. I am the puppeteer. Normally, my friend Vinny is with me, but he is resting right now. Maybe you will get to meet him after today's show, if you want to. Wow, what the heck? Hij is echt heel eng. Marvin, wat is dat apparaat achter je? Dit? Dit is een gitaar. Hoi, hey Splendor, welkom terug bij de stream. Wat moet ik hier in ieder geval doen? Moet ik met mijn vader weer praten? Hey sweetie, have you met the puppeteer? He is here early today. Ja, ik heb hem net gezien, maar ik vond hem niet zo leuk. Ten. Hier hebben we die kutkinderen weer. I met the puppeteer. He's my friend now. I even made a drawing for him. He really liked it. Now I have drama drawing for the cat and the puppeteer. Now I just need the rat as my friend too. I already beat my old high scores on all the games. Not like I could ever use those skills for anything useful. I wonder if you could get paid for playing games in the future. Dat kan inderdaad. E-sports heet het. En oh, we moesten hier gewoon naartoe. Hallo. Hey, it's me. My little pal. Early for the show as usual. For another round of hide and seek. Ja, prima joh. Nido, you hide again, the old count. Oké, doei. Dan moeten we naar die ene kast. Weet jullie nog welke kast dat is? Ik hoop dat jullie nog weten welke kast het is. En niet ik natuurlijk. Ik weet dat ik ook kast ben. Nee, het gaat om deze ene kast. Hey, Dani Beam, welkom bij de stream. Wat heb ik gemist? Ik heb deel 1 en 2 uitgespeeld. Wat heb je gemist? Ik weet het, klinkt heel heftig. Maar dat is wel gewoon hoe het is gebeurd. En waarschijnlijk worden we in 3, 2, 1... Bam! Precies, gepakt. Ah, gotcha again! Fuck jou! Op school was ik een kast. Dank jullie allemaal voor de follows. En we gaan naar nacht 4. Ik ben benieuwd wat nacht 4 gaat zijn. Ik zit trouwens mijn webcam helemaal te verplaatsen, sorry. You're remembering more and more. Just look at your room. You barely remembered it before. I have a feeling that you will be able to get rid of those nightmares soon. Just keep fighting, then I'm sure you will beat them for good. Sure, laten we nog een keer maar een nachtmerrie krijgen. Waarom noem je me Marvin? Er is een gast in de chat die noemt me nu al echt de hele tijd Marvin. Melvin, als je ooit in Five Nights at Freddy's wil spelen, kun je alsjeblieft de eerste game spelen? Ja, waarschijnlijk ga ik dat dan wel gewoon ook wat gepland doen en op volgorde of zo. Dus ja. Maar ik doe het geluid wat harder, zodat jullie het ook kunnen horen. Want het geluid in dit spel is een moker belangrijk.
Ik ben benieuwd wat er extra gaat zitten. Oh my god, net als ik omdraai. Ik hoor een geluidje, ik hoor een extra geluidje. Ik hoor een oh. Horen jullie dat? Ik hoor een oh. Waar komt die oh vandaan? Oh, ben jij dat? Of weer dat een of ander verkrekte uil buiten? Oh. Nooit Marvin, holy damn. Wie kent dat nog? Of altijd Marvin of zo? Dat is wel echt een top YouTube kanaal. Ik heb geen idee wat hier gaat gebeuren. Dit wordt een hele moeilijke nacht. Oh, maak me nou niet bang. Oh, maar het ging het ook over de puppeteer. Komt de puppeteer dan deze nacht? Of... Want je hebt hier die puppeteer... Wat? Oh my god. Waarom maak je mij zo bang met... Melvin, dit wordt een hele moeilijke nacht. Jij denkt ik dat leuk vinden? Kijk, want dat gaat naar boven. Oh, nee. Oh, shit. Oh my god. Dat ding is weer kapot, dus we moeten dit gaan timen. Dit is moeilijk. Dit is heel moeilijk. Dead Counter 6 Roblox. Ik moet toch wel toegeven dat je het netjes bijhoudt. Maar dat muziekspeeldingetje, dat gaat kapot. En dan hoor ik niet meer wanneer die gappie onder het bed vandaan komt. En dan gaat het fout. Damn. Ik ben 15 december jarig, dus dat was 3 dagen geleden. Ik ben 23 jaar geworden en ik weet dat is fucking oud. Ja, dat denk ik ook, dat die pop iets van levend gaat worden. Dat gevoel heb ik. Gefeliciteerd, dankjewel. Gefeliciteerd nog. Kijk, dat is beter. Dankjewel. Weet je wat wel top is aan deze spel? Je kan het met één muis spelen. Of gewoon met één hand spelen. Gewoon een beetje heen en weer bewegen. Een beetje kieken, een beetje checken. En dan komt alles wel goed. Ja, dat... Michael Jackson pop. Ja, lijkt hij wel een beetje op, hè? Dat is wel een beetje waar. Escape die... Hey, Wookie. Waarom moet er nou ook zo'n kutkrekel buiten gaan bezig zijn? Tjonge, jonge. Oké, we hebben weer 1 uur overleefd. Helemaal top. Maar als dat muziekbandje kapot gaat... moeten we het eigenlijk gelijk fixen. Dan moet je gewoon scheid hebben aan wat er is, maar gewoon gelijk fixen. Behalve als het gebeurt als je dat monster hebt, want dan moet je het gewoon timen.
Kut, hij is er. Oh, please laat het bandje niet kapot gaan. Dankjewel voor de follow. Fucking tietenzooi. Kijk, het is zoveel makkelijker als je het kan horen. Het is echt zo fucking hinderlijk eigenlijk. Maar ja, we hebben het in ieder geval weer overleefd. Waarom negeer je de chat steeds, broertje? Omdat ik druk bezig ben. Toevallig zie ik deze pop-up wel. Dus dankjewel voor de 10 bits. Want dat komt in mijn programma te staan dat ik gebruik voor donaties en follows en subs. Dus. Kom op, Melvin. Ik heb je 380 punten aan bezet. Ik weet niet eens wat die punten zijn. En ik ben een spel aan het spelen waarbij concentratie nodig is. Dus gebruik alsjeblieft nu niet die punten, want ik heb geen idee hoe dat werkt. Dat is een ding dat bij iedereen op Twitch is gekomen. En wat ik daarmee moet doen, weet ik niet. Dus sorry. Maar weet wel dat ik het niet met opzet negeer, maar dat ik gewoon fucking gefocust bezig ben. Willen jullie graag Home Sweet Home 2 zien? Dat spel is al een tijdje uit. Maar de reviews die waren niet zo goed. Voor de prijs in ieder geval dat je ervoor moet betalen. Oh my god. Wat? Ja! Wie klopt daar, kinderen? Iemand enig idee hoe ik hem moet vermijden? Oké, we hebben hem wel gedaan, maar is dat Sinterklaas? Ja, misschien is het wel Sinterklaas, jongens. Wie weet, wie weet. Negeer dat geklop. Oké. Dus gewoon extra audio om je bang te maken. Althans in dit level dus. Het gaat ook zo langzaam. Je hoort ook weer die gehandicapte uil buiten. Klop, rot op. Rot op met je geklop. Het is nog geen... Sinterklaas is net geweest, man. Oprotten. Hij is er. Hij is er, die ene grappie.
Waarom moet dat ding kapot gaan? Dat is zo flauw. Dat is zo flauw. Dat is zo flauw. Dat is zo achterlijk flauw. Doe nou eentje best, godver. Fuck jou. Fuck jou. Deze is echt moeilijk. Dit is fucking moeilijk. Jezus. Ja, we moeten het nog een keer doen. Je kan ook gewoon de nacht halen zonder die muziekdoos aan te zetten. Maar ja, dan ben je twee keer zo lang bezig. Dat is ook niet leuk. Het is wel makkelijker, maar dat is niet leuk. Ik heb geen zin meer. Doe een ander spel of ik ben weg. Ik doe niet alleen de stream voor jou. Dus ja, en ik zou dit spel doen. Dus ik kan er niks aan veranderen. Maar dan ben jij weg. Maar volgens mij, hè, kan ik... Oké. Okay. Kan ik, als dat monster is... Ik moet het gewoon zo testen. Ik moet dat even testen. Dat kan ik beter nu doen dan straks. Testen of ik dat ding aan kan zetten. Dat of uit. Als hij onder het bed ligt. Komt Dokkum je bekend voor? Ja, wat is er met Dokkum? Dokkum is een Friese stad. Ga je de casino heist doen en dan streamen? Nee, ik heb GTA niet eens meer geïnstalleerd. Hoe zielig dat ook is. Maar ik kon die ruimte echt supergoed gebruiken op mijn computer, dus ik heb het verwijderd. Melvin, jij bent toch een soort van eigenaar van een McDonald's? Wat? Was het maar zo'n feest? Had ik maar aandelen in de McDonald's. Oh fuck, hij is er. Oké. Okay. Nu moet ik een test gaan doen. En het gaat geen leuke test worden, maar het moet gebeuren. Oké, okay, als hij onder het bed ligt. Ja, hij ligt onder het bed. En dat ding is bijvoorbeeld kapot. Kan dat dan? Oh my god, dat kan! Dat kan! Dat is zo sick! Oké, dat had ik even nodig om te weten. Woe, nice! Nou ja, dat kan dus. Happy feestje, woe. Nu ga ik gewoon deze nacht halen, ik voel het. Weer de volle focus. Sorry jongens, maar dat moet. Ik moet het gewoon gefocust spelen. Dat is belangrijk.
Oh, dan hebben we hem weer. Sinterklaas, nee. Rot op. Niemand heeft zin in Sinterklaas, of wel? Iedereen zit te wachten op de kerstman. Melvin, ik geloof jou, dankjewel. Ik weet niet waarom je dat zegt, maar dankjewel. Oh, kut, hij is er. Oké. Check of hij zit. Nee, snel naar dat ding, want dat ding gaat kapot. Vierkantje hierheen, onder het bed kijken. Kijk waar hij ligt. Hij ligt aan deze kant. Gaan we hierheen. Gaan we naar links toe en wacht op geluidje. Huh? Deze is zo moeilijk! Waarom is deze zo moeilijk? Waarom? Ik heb deel 1 of de remastered en deel 2 echt met twee vingers in de neus uitgespeeld. En deze is zo verrotte moeilijk! Nou, ik moet hem nog een keer proberen. Melvin, je kan het. Ja. Ik heb wat motivatie van jullie nodig. Help mij. Goed zo, Melvin, ben net terug en je gaat dood. Nou ja, kan jij weer eentje optellen bij de dead counter, hè? Vet leuk, woepdiewoe. Arme Melvin, ja, echt. Ik ben echt heel arm. Ik ben heel zielig en heel arm. Even serieus, ja. Waar is hij? Gooi kroketten naar hem. What the fuck is dat nou voor opmerking? Want ja, ieder kind heeft een frituurpan naast zijn bed staan. Gooi kronk. Oh, waarom zeggen jullie dat? Dat is wel helemaal niet grappig. Natuurlijk joh, vuile flikkerhufter. Kom maar joh, kom dan. Ik ga je gewoon pakken, ik pak je gewoon. Nee. Geef hem kip. Weet je wat het is? Het zijn wel katten. Het zijn wel ratten. Ratten eten alles. En katten houden vast wel van vlees of kip. Op naar de 10, Melvin. Ja, ik zal voor de 10 gaan, Roblox. Jezus Christus. Het is wel echt dramatisch, hoor. Godsamme. Melvin, zoek gewoon informatie op. Ja, maar ik weet wat ik moet doen. Alleen, het is moeilijk. Het is echt moker moeilijk. Hij heeft het echt moeilijker gemaakt. Hij dacht van, oh, 1 is makkelijk, oh, 2 is makkelijk, laat ik 3 fucking moeilijk maken. Dus ja, dat heeft hij gedaan.
Ja, misschien moet ik inderdaad gooien met bevroren kroketten. Ik heb en geen wc, of wc, geen frituurpan naast mijn bed staan. En, ja. Dan moeten ze wel bevroren zijn. Maar het probleem is echt die muziekdoos. En ik weet dat het spel twee keer zo langzaam gaat wanneer je die muziekdoos uitdoet. Maar dat is gewoon kut, want het spel gaat al langzaam. En dat zou ik zeker een kwartier of 20 minuten zo'n nacht moeten doen. Nou, fuck off, daar ga ik niet aan beginnen. Je bent nu... Ja, ik ben nu al... hoe lang bezig met dit deel? Wel echt voor mij al vanaf 7:45. Eerste twee delen gingen makkelijk. Vooral het tweede deel. Maar dit deel is gewoon echt insane moeilijk. Ik heb hier nu een half uur al dat ik bezig ben en ik heb pas 1 nacht overleefd. Dat zegt wel echt heel veel. Dat deze gewoon echt een... Deze is zoveel moeilijker. Dit is echt een beetje Five Nights at Freddy's stijl volgens mij. Op alles wat je moet letten en zo. En wat er allemaal fout kan gaan. En hij is er weer. Oké. Jezus Christus. Geef hem chips. Ja, had ik nou maar allemaal dat vreten bij mijn bed liggen, dan was het veel makkelijker geweest. Dit spel is gewoon super moeilijk gemaakt. Want wat moet je doen als er ooit een keer zo'n beest op je kamer zit? Natuurlijk, hem eten geven. Misschien leidt het hem wel af. Ik denk dat een gebakken biefstukje of zo veel lekkerder is voor zo'n beest dan een rauw persoon. Vang de rat. Ja, met een emmer. Net zoals in de middeleeuwen. En dan zetten we hem op iemands buik. Dat klinkt als een goed plan. En dan maken we die emmer warm. Ik vraag me af hoeveel mensen die referentie kennen. Waarvan dat is. Gooi biefstuk. Ik ben ook bang dat ik te hard praat dat het fout gaat, maar ik moet wel weer de ding afspelen. Kut, hij... Oké, ik weet wat die ene rat achter mij zit. Ja, precies. Wat deed ik hier fout? Dead Counter 10. Ja, lekker Roblox. Fuck jou met het bijhouden daarvan. Maar wat ging hier fout?
Die fail, ouwe. Wat ging hier fout? Omdat die grapje achter mij zat en omhoog klom, ging het fout? Is dat de... Je was te langzaam. Ik bewoog fucking snel naar links, toch? Holy shit. Respect voor Melvin. Dat vind ik heel lief, Romy, maar... Het is een moeilijk spel, dit. Dit is echt gewoon fucking moeilijk. Hoe is het op Extended en wat voor opleiding doe je? Hoe de fuck weet je dat op Extended zit? Direct licht schijnen. Maar je mag hem niet omhoog zien komen, want dat werkt niet. Zo werkt dat mechanisme niet. Moet ik het geluid van mijn ding echt nog harder zetten of zo? Je bent gewoon slecht. De makkelijkste game is dit. Fuck jou, Sjaan. Echt waar, fuck jou. Kijk, Wendietje Slomo, die doet gewoon van... Kom op, Melvin, je kan het. Maar ja, daar kunnen andere mensen van leren. Ja, maar het geluid kwam net fucking snel. Misschien moet ik me eerst prioriteren op die grapje die van links of rechts komt. Voordat ik kijk waar die rat is. Denk ik hoor. Dat lijkt me nu echt gewoon het meest logische. En het meest... Ja. Geef die rat een snicker. Hij is zichzelf niet als hij trek heeft. Ja, misschien wel. Misschien moeten we wel gewoon snickers geven. Melvin is echt een pro-gamer. Nou, en dit spel niet. Ik geef het eerlijk toe. Ik ben in dit spel geen pro-gamer. Ik mag nog zo hard mijn best doen, maar het komt gewoon niet goed. Melvin, kroketten zijn vies. Kan iemand Jordi even timeouten? Behalve goulas kroketten, zegt hij. Kan Jordi nu gewoon echt voor een hele week een timeout krijgen? Hoe kan je nou in deze wereld leven en zeggen dat kroketten vies zijn, behalve goulas kroketten? Wat? Hoe? Oh mijn god, nee, hij is er weer. Ja, deze keer overleef ik het waarschijnlijk wel. Zag je dat trouwens? Die ene grapje kwam er gewoon bij. Waarom duurt het nu zo lang? Het duurde nu fucking lang. Kroketten zei eeuw. Jongens, jullie mogen niet in deze chat zeggen dat kroketten eeuw zijn. Nieuwe regel vanaf nu, dankjewel. Kroketten zijn lekker. Geef die man een sub. Kan iemand die man een sub geven? Kroketten zijn vies. Kan iemand Mars verbannen? Ook al kan ik dat als enige. Fuck, kut. Ik ben bezig. Kut, Mars. Dat is niet leuk. Nee, je kan jezelf niet verbannen. Nee, dat klopt. En de enige die moderators kan verbannen is de eigenaar. Wahahaha. Oh, kut. Nice.
Nee, Sinterklaas. Kut Sinterklaas. Kut, ik doe het fout. Ik heb het fout gedaan. Ik heb het gelezen, Music HD. Luister naar een geluidje heel erg zacht en 1 seconde dan kan ik een lengte bakken schijnen. Maar het probleem is dat ik nu gewoon verkeerd klikte. Ik klikte nu gewoon op het verkeerde ding. Is Kinky Kikker aanwezig? Kinky, ik moest van iemand jou bedanken. Omdat je al die subgifjes geeft. En geef er gelijk één. Mirte Draak! Awesome, dankjewel Kinky. Ik heb het er net over. Ja, iemand wilde jou echt bedanken, want die kwam erachter dat jij een subje aan diegene had gegeven. Dus die wilde gewoon even zeggen gewoon van, yo, dankjewel, wil jij Kinky bedanken? En toen dacht ik van, dat ga ik doen. Dus Kinky bij deze, dankjewel. Mensen zijn gewoon blij met jouw subgifjes. Besef dat even. Je bent cool, dankjewel. Ben ik nu nog steeds cool omdat ik dab? Waarom zit deze man de hele tijd mijn Marvin te noemen? Wat is jouw doel om mijn Marvin te noemen? En Kinky geeft nog een subje. What the fuck? Kinky komt in de stream en die geeft gelijk 2 subjes. Dank je, dank je. Dankjewel Kinky. Ik waardeer het enorm. En welkom 1AM. 1-1. Is 1-1 aanwezig? Hallo, je hebt een subje gekregen. In ieder geval... Oh fuck, dankjewel Kinky. Wie de fuck zit er zo kut te stoken met Marvin? Dit is ook gewoon niet meer grappig. Nee, ik ben nog nooit in Dokkum geweest. Nu tevreden? Kinky Kikker for President. Ja, Kinky is wel heel lief. Melvin, kan je Twents praten? Ik kan alleen maar Oet Twente van die reclame op tv. Voor de rest kan ik geen Twents. Waarom... Jullie zijn echt niet grappig, maar die hele chat zit nu Marvin te spammen. Fuck off. Melvin, ik kan vast wel Achterhoeks praten. Ja, want daar kom ik ook vandaan. Fucking hell, ik heb mijn geluid zo hard staan. Ik heb mijn geluid echt fucking hard staan. Oh my god. Mijn oren bloeden. Mijn oren bloeden oprecht. Ik heb mijn geluid harder gezet voor dit spel. En ik had gewoon helemaal niet meer nagedacht over donaties. Fucking hell, dit is echt gewoon fucking stom. Dankjewel, Kinky. Kink is voor mij laatst ook weer uitbetaald of heeft een loterij gewonnen.
What the fuck, Kinky? Dankjewel. Wat?! Je hoort hem weggaan! Je hoort hem weggaan. Ik weet niet wat ik fout doe. Marvin, ja, ik weet het niet meer. Ik weet het inderdaad niet meer. Je bent de beste, Marvin. Ik weet het. Dankjewel. Dankjewel voor de kiekeboe en voor de subgift weer. Lisa, hartjes X. Je hebt een subje gekregen van de enige echte. Lieve Kinky Kikker. En mijn cam die is er aan het glitchen, zegt iemand. Volgens mij is mijn cam gewoon helemaal goed. Jezus, ik heb echt last van mijn oren. Ja. What the fuck, Kinky? Waar haal je dat geld vandaan? Ik begrijp dat soms echt niet. Dankjewel, Kinky. Ik waardeer het wel nog steeds enorm. Maar ja, Marvin, hoe geert het nou mij die? Ja, het geert goed. En hoe geert het mij die? Wel, je moet Dead by Daylight spelen. Niet deze stream, nee. Dit is de fucking Five Nights at Candy's grote stream. En we gaan nog deze proberen. Maar anders dan, ja. Haha, automod doet zijn werk. Dankjewel voor de 100 bits. Maar hij komt mooi niet op het scherm. Wat? Waarom zijn er zoveel mensen die Marvin zeggen? Is het een of andere cult of zo die mij probeert te benaderen door Marvin te noemen? Dankjewel voor de follow, Mitchell. Ben je trouwens nieuw bij de stream? Druk ook op dat volgknopje, dankjewel. Wil je mij ook even supporten? Druk dan op dat abonneerknopje. Kost 5 euro per maand, krijg je een hele mooie emote voor je naam. En, of een badge voor je naam en kan je hele mooie emotes gebruiken. Nu Kinky is uitbetaald, kan hij meteen zijn... ja, misschien wel. Misschien moeten jullie allemaal ook verhaal halen bij Kinky van... Bits. Ja, die man die doneert. En dan geeft hij normaal 100 bits. What the fuck? Nou ja, dankjewel. Gekke man. Is het een of andere Melvin is Marvin movement of zo? Ik moet eerlijk bekennen dat ik er helemaal geen hol meer van snap. Melvin, nadat de stream afgelopen is, ga ik het moment opzoeken dat ik die sub kreeg. Awesome! Je moet wel even Kinky Kikker bedanken, want diegene die geeft echt onwijs veel subs weg hier in de stream. En dan moet een heleboel mensen... Oh, fuck, hij is er. Maar er zijn een heleboel mensen die moeten dat gewoon aan hem bedanken. Dus ja. Oké, okay, dat was de eerste keer. Ja, er was ooit een kanaal dat heette Nooit Marvin, dat weet ik. Ik weet niet van wie dat is. Dat was echt een of ander meme kanaaltje wat heel even is geweest. En wat eigenlijk best wel grappig was om op te reageren toen. Maar ja, die zie ik nu niet meer. Ik zie mensen praten over stonks in de Twitch-chat. Jongens.
Haal Frodo op in de stream, want ratten zijn bang voor katten. Dat is wel echt een hele gouden tip, dankjewel. Alleen Frodo ligt waarschijnlijk te slapen, dus dat vind ik een beetje sneu. Fucking hell, nee. Hij gaat nu sowieso weer aan die muziekdoos zitten. Ik voel dat alweer. Ja, precies. Waar komt dat geluid vandaan? Waar de fuck komt dat geluid vandaan? Wat heb ik gedaan? Melvin, wat doe je nou? Ik weet het zelf ook niet meer. Ik speel een vet leuk spel, Five Nights at Candy's 3. En het is echt geweldig. En het is zo leuk. Melvin, kom op. Dead by Daylight doe ik niet deze stream. Maar Dead by Daylight doe ik wel af en toe in andere streams die alleen op Twitch zijn. Dus wil jij Twitch of stream zien waarin ik Dead by Daylight doe, kom op Twitch. Want die streams zijn sporadisch wanneer ik dat spel opstart. Dus ja. Yeah. Melvin, ga je Dying Light 2 spelen? Ja, maar ik zit even te bedenken hoe ik dat ga doen. In de zin van, ga ik het op YouTube doen of niet? En dan bedoel ik ook nog of ik twijfel over stream of serie. Hallo! Kinky Kikker, what the fuck? Ben Breika heeft een subje gekregen. Ben Breika, als je aanwezig bent, bedankt gewoon even die Kinky Kikkie. Dankjewel. Ja, deze Kinky Kikker keeps on going. Ik denk nog steeds dat hij gewoon die 30 jaar lang een droomsalaris heeft gewonnen. Dat moet bijna wel, dat kan niet anders. Nee, oh Melvin, ik werk hard, maar eigenlijk niet. Wat doe jij dan? Ik geloof heus wel dat je het kwijt kan en dat je het leuk vindt. Maar ik wil toch gewoon weten dat het echt goed gaat. Hallo! Holy damn, Femke16 krijgt een subgiftje van Armando! Hé, hey, dit is geen kinky! Armando, die geeft opeens een sub weg, what the fuck? Hallo Armando, dankjewel voor het subgiftje. Dit gaat opeens fout! Hè? Hier klopt iets niet. Oh shit, hello. Hij is er. Hey, Kinky, what the fuck gebeurt hier? Waarom doen jullie dit?
Holy shit. Hallo. Hey, een Riese van Rishana met 13 maanden. Ik hoop dat je geen ongeluk geeft, maar juist geluk. Dankjewel Rishana voor de 13 maanden. Liefde naar jou, man. Ik waardeer het enorm. Maar we did it basically. Hello. Dus What the fuck? Boet Hanik heeft een sub gekregen van Armando. Waarom? What the fuck gebeurt hier? En dankjewel voor de follow. Nou, dankjewel Armando. Oké. Okay. Hallo. Echt, what the fuck? Kinky Kicker aan Dragon Effect. Dankjewel Kinky. Suboorlog, laat ik meedoen. Nee, what the fuck? Nee, doe dat nou niet. Ik moet trouwens die muziekdoos aanzetten. Hallo. 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 The fuck. Kinky heeft echt een bank overvallen, jammer. Maar zonder grappen. Ben je investeerder of zo? Huisjesmelker? What the fuck, man? Ik waardeer het wel. Echt enorm. Daar niet van. Dankjewel voor de 5 subgifjes. Ik begin er zelfs kut van te praten. Mag ik even wat hartjes in de chat voor Kinky Kicker? Deze man die heeft echt 10 subs gegeven deze stream of zo. Echt holy fucking shit. Dankjewel, Kinky. Echt waar. Nee, ik ben gewoon een coole kikker en verdien mijn stacks op die manier. Oh, oké. Kijk eens aan die liefde in de chat. En welkom Naski D, The Shadow, Send Crash Report en Silvan. Jullie hebben allemaal een subgiftje gekregen. Wees er blij mee, wees dankbaar. Niet vragen om subs. Nee, alsjeblieft niet. Dan kan je een time-out van krijgen. Niet vragen om subs, niet vragen om donaties, niks. Alleen ik mag vragen om subs en niet om donaties. Want donaties, nee, dat is gewoon kut om te vragen. Maar subs, dat steunt Twitch ook. Donatieoorlog. Hallo! En nu is het weer Armando. What the fuck, man? Heb je met Kinky meegeholpen of zo? Heb jij een kut gekregen van die bankoverval? What the fuck? Dankjewel, Armando. En vuvs. Wat een kwaliteitsnaam. Welkom. Ik zit... What the f... Ik zeg niks. Ik zit op fuck... Ja, ik zeg het wel. Ik zit op 66 abonnees. Oh, what the fuck. Even voor alle kindjes. Ik ben niet rijk groter dan C, maar ja, hier is wat geld. Ik ben niet rijk. Waarom doneer je het dan allemaal? What the fuck, Kinky? Gekke man. Jongen, dankjewel.
Dankjewel voor de 3 euro, Kink. Ik waardeer het enorm. Echt daar, dankjewel. En Armando, ook dankjewel voor alle subjes die je hebt gegeven. Maar ook 4 stuks of zo. Dus dankjewel Armando daarvoor. Shout-out naar jullie beiden. En shout-out gewoon aan iedereen die hier aanwezig is. Echt top. Echt, het is een hele leuke stream. Hallo! Wie de fuck is nou weer Brian Riedijk? Deze... Dankjewel Brian, als wel. Holy fuck. Dankjewel. Hallo! En nu doet Kinky Kikker wat... Ik doe trouwens het geluid even uit, zodat ik dit kan halen. Oh, fuck. Ik ben echt heel gefocust. Holy fuck. Dankjewel voor de follow. Nog even Marvin. Ja, ik weet het. Klaas. Eindelijk! Holy damn! Ja, yeah, we did it! GG Marvin. Ja, lekker Melvin. Ja, ja, precies. Ik heet nog steeds Melvin. We hebben hem! Eindelijk! Ik ben echt blij. Holy fuck. We did it! Woo! Oh my, ja. Yeah. Oh, ik ben zo blij. En ik krijg van Sjaan een test in de chat. Hoi Sjaan! Ja, yeah, de hypies komen allemaal. Wat top. Dank jullie wel. I'm kinda creeped out from this place. I think it is haunted. I was listening through this door a moment ago. And I heard someone crying in there. Could it be a ghost? Ik zou het niet weten. Dank jullie wel voor de overtuigende chat. Holy damn. Geld. Waardeer het. Voor iedereen die een sub heeft gekregen, geniet ervan. Dankjewel Kinky voor het nogmaals 3 euro. What the fuck? Zullen we nu gewoon ophouden met de subjes? Ja, dat vind ik een goed idee. Jullie hebben een heleboel gedaan. We zaten onder de 50 subs en ik heb er nu 68. What the fuck? Ik waardeer het wel echt enorm. Dank jullie wel. Hi sweetie, today is Finny's birthday. Oh awesome, wanna go and say hello? Ja, yeah, to him after. Damn. Hallo! Kinky, what the fuck zei ik nou net? Ginosaurus, je hebt een sub gekregen van, ik ken geen Rashad, is boom. Rot op. Maar, dankjewel voor de subgift. Wat de f... Hoe dan? Hoe doe je dat? Heb jij Twitch gehackt of zo? I heard that the cat and the rat actually have real names. They are supposed to be secret for now. I think the cat's name is Carl. Carl the cat, okay. Maybe the rat's name is Roger. He seems like a Roger to me. Or maybe he has a name that rhymes with cat's name. Just like cat and rat rhymes, their names could rhyme too. That's just my theory. Nou, mooi man. Misschien heb ik wel iets gehackt. Misschien ben je wel hacker van beroep, weet ik veel. Dat kan moker veel verdienen. Als jij een... even zonder grappen... Als je hacker kan worden en je bent er goed in, je hebt geduld, kan dat superveel, hoe heet het, opleveren.
Ja joh, nee. Nee, een hacker die het goed doet. Een goede hacker. Hi again, I didn't get to be here the past 2 days. Broer, je microfoon is stuk. Broer, mijn microfoon is niet stuk. Hallo? Ja, je hebt... Ik moet het uitleggen. Je hebt hackers die goed zijn. Dus dan hack je bijvoorbeeld om te kijken hoe goed beveiligd instanties zijn. Of ja, eigenlijk dat. Of hoe goed een programma beveiligd is. En hele grote bedrijven die laten soms software controleren door hackers. Door goedwillige hackers. Die krijgen daar fucking veel geld voor. Hallo? Joehoe! Hallo? Jullie horen mij wel. Maar... Waarom zitten jullie te stoken? Mijn microfoon doet het gewoon. Yo, 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 yo. Hé? Nee, jullie zitten te stoken. Hé? Nee, jullie zitten... Fuck jullie, fuck jullie. Ik kan ook stoppen met dit spel, hè? Ik kan ook stoppen met de stream. I'm really excited. Nou, helemaal top. Hij stopt soms oprecht. Test 1, 2, 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 test 1, 2. Hij doet het weer. Ja, fuck jullie, ik geloof er ook niks van. We moeten in ieder geval hier nog even kijken, want we moeten de nacht wel afmaken. Hello there, I'm the cat. Do you like to play games? What? You're saying we have met already? Impossible! I know I'd remember that cute little face anywhere. Anyway, there's a few minutes till the show starts. Do you want to play hide and seek with me? Yes, let's go. Je cam is kapot. Nee, jullie, ik ga de chat niet meer lezen. Fuck jullie maar. Nee, echt waar. Dun, 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 dun. Melvin, kijk, dat gaat eens downloaden. Ja, ik heb de downloadlinkjes van horror games die ik speel. Die zet ik altijd tegenwoordig in de beschrijving. Dus als je denkt van, hey, wat een leuk horrorspel speelt Melvin. Kijk even in de beschrijving. Hehe, nice try. Oh, nou ja. Ik heb mijn camera trouwens links staan. Omdat rechts de tijd staat in die nachten. En we hebben nacht 5. Dit is de laatste nacht. Maar jullie zeggen dat die fucking moeilijk is. Op YouTube. Op YouTube onder de video's van deze reeks. Staat het eronder. Nou, Kat, wat heb je mij te vertellen? Alright, tonight's the final night before you get to see him again. It's been an entire week, but tomorrow we will probably have a solution to these horrible nightmares. Just one more night. Just one more night. Als het goed is, komt er nu iets met die pop. Oh my god. Wat heb ik gemist? Nacht 4, nacht 3, nacht 3, 4 en 5, 6, 4... Je hebt 8 nachten gemist of zo? Holy fuck. Als ik dat hardop zeg, is dat wel echt sick. Melvin, wat is de goedkoopste gamingcomputer? Tweedehands misschien zoeken. Soms heb je tweedehands computers die echt heel goed kunnen zijn. Maar even serieus, ken je Koenie ook of wat? Hoe bedoel je, ken ik Koenie? Ik ken wel een Koen, ja. Ik zal geen achternamen noemen, maar ik kan wel een Koen. Wat denk je? We moeten maar even alleen emotes aan hebben. Maar er gaat iets met die pop gebeuren, maar wat? Oh my god.
Met die pop, gebeurt dat gelijk vanaf het begin of... Ik weet het niet. Wel lekker rustig. Oh my god. Kunnen jullie zo iedereen weer laten chatten? Ja, laten we maar iedereen weer chatten. Het is wel genoeg geweest. Dankjewel, Sjaan. Dat waardeer ik. Vind ik lief van je. Maar dat was wel even nodig. Iedereen die moet gewoon even begrijpen dat spammen niet nodig is. Kost je een pizza. Maar die pizza krijg je nog steeds. Oh my god. Ik zorg ervoor dat jij in januari een pizza opgestuurd krijgt. En dat beloof ik je ook echt. En dan ga jij zeggen van... dankjewel voor de pizza. En dan zeg ik alsjeblieft. Wat nou, Max krijgt een pizza. Sjaan, jij krijgt ook een pizza. Je krijgt zelfs pasta. We gaan godsamme pasta eten. Weet je, dat krijgt Max weer niet. Hey, ik wil nu ook pasta. Godsamme. Stop met spammen. Melvin, kun je de chat in de hoek zetten, please? Hoe bedoel je? Als ik stream? Nee, ik vind dat zelf persoonlijk niet mooi. Als ik een game aan het spelen ben, wil ik ook gewoon dat iedereen kan focussen op de game en niet dat de chat op het scherm staat. Maar daarom heb ik de chat volledig in het scherm wanneer ik mijn gezicht heb. Dus er is wel een reden achter. Jullie hebben het erover dat die pop moet bewegen, maar die pop beweegt nog helemaal niet. Ja, er gebeurt dan niks. Ik vind die pop eng. Wat eten we vandaag? Ik heb rode bieten gehad. Ik ben echt zo geconcentreerd bezig. Sorry. Nee. Kut. Ik ga dood. Voelde dit aan. Pam param pam pam. Ik heb vandaag kerstdiner gehad. Maar wacht, is kerst niet over pas meer dan een week? Of over een week? Je bent een week te vroeg, man! Maar ik ga het nog 1 of 2 keer proberen en dan ben ik er eigenlijk wel klaar mee. Ik wil het nog halen deze nacht. Maar het is echt moeilijk. Het is echt moker moeilijk. En trouwens, ik vind het echt top kinky dat we op de 9... En iedereen die abonnee is, dat we op de 69 abonnees zitten. In waarschijnlijk de laatste stream van 2020. Of 2019, dus ja...
Ik zal trouwens wel een extra stream doen na de kerstvakantie. Want ik vind het wel jammer dat ik echt oprecht jammer ook gewoon dat ik 2 weken niet live waarschijnlijk kan. Dus ja, of ik moet een of andere livestream vanaf mijn laptop doen. Maar dat is ook niet echt mogelijk. Flip Games, de naam zegt me wel iets, maar weet je hoeveel mensen er soms hier kijken? Dat is echt lastig. Als je wat vaker terugkomt, dan begin ik echt namen te herkennen, dus... Een mukbang. Een mukbang livestream. Ja, dan gaan we pasta of pizza eten, oké? Okay? Hey Melvin, ken je mij nog? Nee. Wie de fuck ben jij? King Ik ken jou niet. Geen idee wie je bent. Melvin, ken je mij nog? Wat zijn jullie vandaag echt een irritante chat? Melvin, wat vind je van mijn naam? Leuk, maar kroket was wel beter geweest. Maar waarschijnlijk is die al bezet. Cheesy. Ja, hij is wel cheesy. Het is wel een leuk naampje hoor. Inderdaad. Het is een cheesy naampje. Kaaskroketjes. Oeh, wist je dat ik die nog nooit heb gehad? Ik heb ooit wel eens een kaassoufflé gehad, ja. Of een kaasbitterbal. Of een bietenbal. Heb ik het ooit eens verteld? Dat was de grootste oplichting ooit. Wij kregen op school, nadat we een project hadden afgerond, kregen we allemaal warme hapjes. En toen kwam er een schaal rond en dat leek op bitterballen. En ze zeiden van, oeh, lekker bitterballen. En er begonnen een paar een hap te nemen. Bleken het bietenballen te zijn. Dus iedereen zat, what the fuck is dit? Omdat ze het er niet bij zeiden, ga je echt ervan uit dat het een bitterbal is. Is het een bietenbal? Is zo'n vegetarisch ding. Ja, dit is echt al lang geleden gebeurd. Dit is echt al drie... Ja. Ik ben er klaar mee. Wat? Ik kan niet meer. Roblox. Die man die zegt dat ik al 15 keer dood ben gegaan. Waarvan 11 keer in dit spel volgens mij. Melvin, je bleef te lang staren. Huh. Dit was gewoon alsof je 100 ping had. Je bent zwak, Melvin. Oh my god. Wij willen Bohemian Rhapsody. Oh nee. Beetje teleurgesteld wel. Oh my god. Het gaat eerlijk gezegd wel vervelen. Ja, het is een heel dubbel iets. Want je vindt het super leuk om gewoon het te proberen te halen. Maar op een gegeven moment wordt het zoveel herhaling. Dat het gewoon kut is. Ik ga het nog 1 keer proberen. En Jeremy met een Twitch Prime-pie. Hey, speciaal voor jou, de resub ga ik nog 1 keer proberen. Dankjewel Jeremy voor het subje. Ik waardeer het. Nog 2 nachten, Melvin, kom op. Oh, fuck die 2 nachten. Ik wil eigenlijk alleen maar deze nacht halen en dan vind ik het prima. Maar dat gaat ook al niet lukken. Dit is de laatste keer dat ik hem ga proberen. Dit wordt mijn allerlaatste poging. Oké? Okay? Maak je er klaar voor mijn allerlaatste poging? Of het nou goed gaat of niet, het is de allerlaatste poging. Nee, je gaat langer door. En je mag wel geresubbed zijn. Oh, kut. Sorry. Je mag wel geresubbed zijn, maar... Zoveel zeggenschap krijg je dan ook weer niet, hoor. Hey Elise, welkom gezellig bij de stream. Ga je het anders voor een video doen? Is
mogelijk. Maar ik denk ook dat het een hele eentonige video wordt. Maar het kan wel een leuke afsluiting zijn van deze hele reeks. Oh mijn god, ik zit ook gewoon... Ik zit er ook niet meer goed in. Ik merk echt dat dit gewoon zo lang spelen heel erg vermoeiend ook is. Holy shit. Heb je dat vaak? Oh, kut. Ik was hier niet aan het opletten. Goed gedaan, makker. Dankjewel. Ik kan het ook wel een beetje. Ik kan ook wel een beetje gamen. Ik heb niet voor niks een pro-gamer. Trouwens, ik heb een hele tijd al niet gereageerd op Discord berichtjes. Ik zal dat dit weekend doen. Het is zo grappig, maar het is nu een automatisme geworden. Omdat jullie het over die klote pop hebben gehad. Van, hé, komt ie. Hallo medegrappies, omdat de stream bijna klaar is, wens ik jullie nog even snel een fijne vakantie en een vrolijk kerstfeestgedoe, nog 2 dagen school en dan loezoei. Even serieus, dat is wel echt een hele lieve donatie, holy damn. Dat is wel echt een hele goede besteding van je stonks, ook al gebruik ik dat echt nooit, hè, ik zeg het toch een keertje. Dat is echt heel lief. Dat is echt heel lief. Dankjewel, Mattie Lammers. Jij ook fijne feestdagen en een fijne vakantie toegewenst. Ik zal kijken of ik iemand kan hosten, Sjaan. Dat is wel leuk misschien. Ben je daar nou eens zo snel dan je smerige kuthufter? Oké. Het zal... Geld! Hoe Mattie, ik wil jou ook een fijne vakantie, feestdagen en jaar decennia wisseling toe, voor iedereen. En geniet ervan, love you. Ook een hele lieve donatie nog van Kinky inderdaad. Dankjewel Kinky, jij ook fijne feestdagen alvast. En een gelukkig nieuwjaar en alles. En een vakantie en alles. En ja.
klopt. Melvin, het is lamers met 1 meter, dus niet lammers. Dit doet iedereen fout, Ray. Heel mis ken je me en. OG, ik ben die old school cap van Resident Evil 2 streams, knipogende smiley. Dankjewel, Matty Lammers. Lammers. Voor de 3 euro. Ik weet niet, voor mij zei ik het weer fout. Maar dankjewel, ik waardeer het enorm. En je had het over Resident Evil. Oh, die oldschool cap. Awesome. Dankjewel. Cool om te horen. Ik waardeer het enorm. Dankjewel voor de 3 euro. Heb ik het afgelopen uur veel gemist? Ja en nee. Echt letterlijk, ik heb 1 nacht gehaald in het afgelopen uur. Ik ga dood! Ik ben er echt klaar mee, chat. Ik ben er echt klaar mee. 3 uur lang dit spelen is echt... Nee, het was ook een beetje mijn doelstelling om tot 10 uur live te gaan. En ik vond het echt een geweldige stream. Ik heb er echt van genoten. Maar ik ga hier wel eindigen. Ik ga het hier beëindigen. We hebben veel bereikt, oké? We hebben echt heel veel bereikt. We moeten nog 2 nachten... Misschien ga ik dat ooit een keer in een stream doen, maar voor nu vind ik het toch wel, ja, vind ik het best geweest. Het is echt vermoeiend dit hoor, ik zweer jullie. Ik ga wel iemand hosten, dat vinden jullie leuk. Dus ik weet niet wie ik moet hosten. Ik wil even kijken wie er allemaal live zijn op Twitch, natuurlijk Nederlands. Maar... Ik wil jullie allemaal een hele fijne feestdagen toewensen. Een hele fijne vakantie. Want ik ga helaas waarschijnlijk 2 weken niet live. Dus fijne feestdagen. Geniet van alles dat je gaat doen. Echt gewoon geniet ervan. Fijne avonden. Fijne jaarwisseling. Kijk naar je 10 vingers. En bedenk dan dat je die 10 vingers ook allemaal moet behouden. Dus ja... Dit moeten we doen. Ik zag iemand iets zeggen over Laurent Playing. Wie de fuck is Laurent Playing? Is dat een leuke streamer? Ik heb geen idee. Is een vrouw. Ja, is wel leuk. Zullen we dat doen? Belgen zijn ook welkom hoor, maar liever niet. Oh, fuck. Hebben we Belgen in de chat? Wat is dit voor titel? Ja, zullen we gewoon hosten? Ik ga die gewoon hosten, mensen. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken naar deze stream. Ik hoop dat jullie heel erg genoten hebben. Fijne avond nog. Ik doe de outro even heel kort en daarna ga ik hosten. Geniet van alles. Fijne avond. En fijne vakantie.
Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de subjes, de donaties, de subgiftjes, de follows. Gewoon het aanwezig zijn. Nog één keer. Fijne feestdagen. Gelukkig nieuwjaar. Ik weet niet precies wanneer ik terug ben. Hou mijn Discord in de gaten dan nu echt. Bedankt voor het kijken. En doei mensen!